of 3 jaar gewerkt. En nu loop ik hier stage voor het laatste jaar van mijn opleiding. En welke opleiding doe je? Goudsmit. Ja, dus jij bent echt, jij gaat het vak gewoon in. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is wel, En hoe is dat hier als stage leerplek? Is het, Heel leuk. Ja, heel gezellig. Beter kan ik niet wensen. Wat ben je aan het doen? Ik ga nu hier zo wat soldeer in laten lopen, in het kleine stukje. Zodat het armbandje weer dicht kan. Dit is een blaasbrander. Dan komt er hier gas uit de gasfles. En ik zorg ervoor dat het zuurstof erbij komt, dat de vlam blauw wordt. Kijk, dit is een zilveren ring, een hele stoere zilveren ring. En daar heb ik een oud gouden elementje opgezet. Dan ga ik dat deel wat er nog in zit, wil ik dus mooi openzagen. En daar komt nog weer een steen in. Oké. Okay. Dat is het idee. En dan begin ik gelijk met leken vragen. Maar als je nou goud op zilver wil plakken, kan dat zomaar? Ja, dat kan je op elkaar solderen. Ja, dat kan echt gewoon zomaar. Dus niet lastiger dan goud op goud. En als jij zegt solderen, hebben we het dan over dezelfde soort solderen als ik nog vroeger op handen naar buiten deed? Of is dat een heel andere? Tinsoldeer, nee. Als je tinsoldeer gebruikt, dan is het jammer. Want dan in loop van tijd maak je eigenlijk gaten daarmee. Dus liever niet. Je hebt zilver solderen en goud solderen. Dat is echt wel verschillend. Het heeft alle twee een ander smeltpunt. Dus dat gebruik je wel op de juiste manier. Ja. Het liefst. Ja. Ja, want de gevolgen zijn daar niet zo fijn. En maar Anke, nu zitten we er lekker over te kletsen, maar we hebben het gelijk ook over je vak. En, ja. En we zitten bij Ippie, de juwelier. En dan zitten we niet in de winkel, maar in de werkplaats of het atelier, hoe noem je dit? Ja, dit is het atelier. En ja. Daar ben ik eigenlijk wel het liefst. Ik hou ook van klanten, ik hou ook van mensen. Vind ik ook heel leuk. Maar het uiteindelijke maken van een sieraad, daar word ik wel echt gelukkig van. Ja, geeft dat, rust en ja. Het geeft ook je, hoe moet je dat netjes zeggen? Voldoening, uiteindelijk. Ja. Ja. Maar nu ben je dus iets opnieuw aan het maken, maar maak jij ook dingen die je gewoon helemaal zelf ontwerpt? En, Ja. Uiteindelijk dan dit. Dit is een ontstaan eigenlijk uit bloemetjes. Ik heb heel veel bloemetjes uitgezaagd in mijn leven. Daar word ik dus ook rustig van of zo. En hier heb ik een sieraadje verzonnen waarbij de bloemetjes beide kanten eigenlijk te dragen zijn. Het draait ook als je het draagt, dus het is altijd leuk. Je hebt geen voor- of achterkant. En daarnaast ligt alweer een oorbel. Die is nog niet helemaal perfect. Maar dat wordt een hangertje. Oh, even kijken of je dat erop krijgt hoor. En het granaatje, dat is wel heel mooi. Dat is in de punt doorgeboord. En dat zie je niet zoveel. Of niet vaak in een mooie kwaliteit. Maar dat moet je dus ook... Nee. Maar Anke, want ik ben hier eigenlijk omdat je hebt het 19-jarige jubileum. Je gaat je 20ste in. Heb je altijd hier in de lange file gezeten? Of wat is je verhaal? Hoe ben je hier beland? Nou, ik ben op mijn 24ste begonnen hier. Eigenlijk vrij spontaan. Met niet al te veel plan ook. Ik werkte in Rotterdam bij een grote juwelier. Was daar heel leuk, maar ik wilde graag goud smeden. En als goudsmid kan je niet zo makkelijk aan de bak komen. Of tenminste in die tijd dan. Dus ik heb uiteindelijk de mogelijkheid gekregen om hier te beginnen. Dus een eigen bedrijfje. Daar ben ik gewoon vol ingesprongen. Ik heb een lening gekregen. Ik heb veel geluk gehad. Ik ben begonnen hier. En ik had natuurlijk echt geen geld. Dus heb ik heel veel kralen ingekocht. Dan heb je massa. En maakte een mooie sieraden van die kralen. En ik kocht modeaccessoires. Sjaaltjes en tassen en zo. En wat mooie sieraden van goede ontwerpers. Van echt wel knappe ontwerpers. Zo is het gewoon begonnen. En langzaam ben ik toegegroeid. Ik had altijd in mijn hoofd, ik wil later wel een winkel waarbij ik vooral mijn eigen sieraden heb liggen. Ja, en dat is nu eigenlijk wel het geval al. Is het commercieel interessant dit werk? Of is het toch meer als in de kunstenaarshoek dat je ook een beetje afhankelijk bent van? Nou, het is denk ik... zo dat je commercieel moet zijn. En dat ben ik eigenlijk niet. Ik hou van mijn vak. Ik ben te veel bezield. Ook als mensen hier binnenkomen en ze willen iets. Dan denk ik, ja, dit wil ik maken voor hun. En ik snap dan heus wel dat ze niet dat budget hebben. Dus ik ga het wel maken voor dit budget. Dus dat is... Ik ben gewoon niet commercieel. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met de etalages de vorige keer ook. En nu en dat vind ik dan wel heel leuk. Dat doen jullie hier samenwerken. Ja. Dus dan gaan we zo even voor in de winkel kijken. Maar dat is toch ook een vorm van commercieel. Hè? Dat je wat meer doet dan alleen maar een statische etalage, toch? Ja.
Ja, maar ik vind het ook belangrijk voor de stad dat je een dat je laat zien wat deze stad te bieden heeft. En onze etalage probeer ik wel daarmee de mensen te prikkelen. Ja, misschien komen ze niet binnen, maar toch te prikkelen van hey, hier gebeurt iets anders dan anders. Ja. Maar het idee is dus dat jullie heel vaak ook een etalage hebben in samenwerking met andere ondernemers in de stad. Ja. En zijn dat dan vrienden van je of is dat een soort willekeurige... Vaak ken ik ze natuurlijk al wel door al die jaren heen. Ja. En soms ook niet. Dan vraag ik gewoon, hey, ik ga een nieuwe etalage maken en ik vind het leuk als ook jouw producten eigenlijk meer in zicht komen. Zo ben ik ermee gestart. Maar ondertussen is het ook wel gewoon natuurlijk een hele leuke combinatie geworden. Want je, als ja, maar je hebt dus inderdaad... hangt achter sieraden, ja, dat combineert natuurlijk prachtig. Ja, want ik had het op die andere gezet, maar dat was iets te stijf op die, ja, die dozen. Bloemen moeten we nu gaan doen. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Steeds van die deels en die bijen gaan niet meer open. Ja. Maar Nikki, jij bent de dame die op sociale media actief is, toch? Ja, klopt. Zaak. Ja, ja. Dat doe jij allemaal, of niet? Ja, dat ja. Ja, doe ik eigenlijk allemaal. Ja. En met wie ben jij? Ben jij hier al lang in dienst? Ik werk hier nu 1,5 jaar. Oké. Okay. En ja, het is al heel lang naar mijn zin. En ben jij ook edelsmid of ben jij ben je alleen verkoopster? Ik ben eigenlijk verkoopster inderdaad. En de social doe ik dan. En de etalage en de winkel netjes houden. Voor de klanten zorgen. Maar als je hier staat moet je wel verstand hebben van sieraden. Je moet wel weten wat je verkoopt natuurlijk. Of niet? Ja, dat klopt. Ja. Dus dan, maar dan heb ik ook Anke. Dus als ik het weet, dan vraag ik het aan Anke. En ik heb inmiddels al heel veel geleerd. Dus dan, maar wat ben jij nu aan het doen? Want dat ziet er toch ook een beetje priegelig uit. Maar... Ja, nu ben ik eventjes deze sieraden. Dit is niet van ons eigen merk, maar die moeten natuurlijk wel allemaal een prijsje hebben. Dus die ben ik eventjes aan het prijzen.